Gefeliciteerd met deze overwinning. Toch een beetje het gevoel van eindelijk. Sorry? Toch een beetje het gevoel van he, eindelijk weer. Ja, zeker. Tuurlijk, we hebben een iets mindere reeks natuurlijk achter de rug. Dus wel lekker dat je weer wint. En ook de wijze waarop. Ja, zeker. Ik denk dat we goed speelden. Eerst zelf dat we 300% kansen creëren. Alleen die moeten wel erin gaan, anders zie je dat je hem tegenkrijgt. Hoe belangrijk is dat jullie nog voor rust op gelijke hoogte komen? Ja, super lekker. Dat je gelijk de 1-1 kan maken. Dat je de rust toch met een beter gevoel ingaat dan een 1-0 achterstand. Tweede helft trekken jullie dan voor mijn gevoel eenvoudig over de streep. Had jij dat ook in het veld? Ja, klopt. Ik denk dat ze niet heel gevaarlijk meer zijn geweest. Natuurlijk, je weet dat opportunisten gaan spelen met lange ballen. Dan kan die altijd een keer verkeerd vallen. Dus ja, het liefst maak ik natuurlijk 3-1. Maar ja, zo niet, dan moet je de overwinning op de streep trekken. Nog 2,5 minuten in Utrecht, maar kan eigenlijk niet meer missen, hè, plaats 6. Als het zo blijft niet. Als ze verliezen, dan zijn we zeker op plaats 6. Is dat dan iets waar jullie thuis horen, plaats 6, als je nu naar dit hele seizoen kijkt? Ik denk het zeker. Natuurlijk wil je altijd hoger natuurlijk, maar plaats 6 denk ik prima. Ajax kampioen, zondag Erehaag? Ja, weet ik niet. Gaan we even overleggen wat we gaan doen. Dan mag de aanvoerder toch wel een rol in spelen. Jij gaat staan met je elftal. We gaan overleggen, zeg ik toch? Utrecht 2-2 geworden. Hoeveel? 2-2 geworden nu. Oh, zijn we nog niet zeker van plaats 6? Maar de Erehaag voor je oude club, voor je home. Jij toch gewoon even regelen dan? We gaan het zien. Dankjewel.